moet constateren dat GroenLinks hier gewoon de hele wereld wil veranderen zonder maar ook iets kunnen zeggen wat voor de gevolgen voor de werkgelegenheid is. Die transitie van de fossiele industrie die gaat gewoon gebeuren. Dat zie je ook al gebeuren. Het bedrijfsleven gaat daar nu ook al hard mee aan de slag. Waar uw plannen toe gaan leiden is dat Rotterdam in 2030 erg gaat lijken op Hartlepool, op Sunderland, de landen of de oude havens in Groot-Brittannië, waar armoede, verloedering het beeld bepaalde. Een heel groot deel van de Nederlandse bevolking wordt het idee voorgehouden dat inderdaad helemaal niets doen aan de klimaatverandering en inderdaad de zeespiegelstijging gewoon laten gebeuren, dat de beste oplossing is voor Nederland. Nou, ik kan u wat vertellen. Die lege fabrieken waar u voor vreest, die gaan we inderdaad krijgen als wij niet meegaan in de vaart der volkeren en niet mee innoveren. 20 maart gaat de kiezer spreken. En dan krijgen we binnenkort een nieuwe Eerste Kamer. En dan komt er niets meer terecht van de klimaatgekte van de huidige landelijke politiek.